In de Actua van deze week tellen we ons geld. Sinds de invoering staat de euro op zijn hoogste pijl ooit ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Maar welke problemen geeft de lage dollar voor internationale bedrijven? Vandaag zet de euro een nieuw hoogtepunt tegen de dollar op 1,4162. Dus sinds het begin, het ontstaan van de euro op 1 januari 1999, hebben we zo'n koersen niet gezien. Eigenlijk, hoewel veel mensen vandaag zeggen dat dat fantastisch is dat ze zo goedkoop kunnen reizen in Amerika, moeten ze weten dat dat op termijn, niet vandaag, niet onmiddellijk, maar op termijn wel een bedreiging is voor hun loonsituatie. Het zal moeilijker worden om de loonspiraal nog omhoog te krijgen. Dus zeker voor bedrijven die in een internationale context opereren. ASCO Industries is een familiale onderneming en werkzaam in de productie van hardmetalen onderdelen voor de vliegtuigindustrie. De lage dollar heeft ontegensprekelijk invloed op uw financiële performance van uw bedrijf. Dat de tegenwaarde van die dollars eigenlijk zwakker wordt in onze boeken en wij altijd minder en minder zakencijfer gaan realiseren in euro. Een zakencijfer in euro, een dalend zakencijfer, dat we natuurlijk moeten opvangen door een stijging van de productiviteit of een daling van de kosten. Het zal voor Europese bedrijven, voor Belgische bedrijven, veel moeilijker worden om te concurreren met Amerikaanse bedrijven. Alleen al om producten van hier naar Amerika te brengen en te verkopen, dat is een ongelooflijk verschil met een paar jaar geleden. Het kost nog altijd hetzelfde. Het kost 100 euro om iets te maken. Maar voor de Amerikaan die hetzelfde product moet kopen, die moet er 140 euro voor betalen. Het effect kennen we nu. Maar wat zijn nu de belangrijkste oorzaken van die lage koers van de Amerikaanse dollar? Amerika voert goederen uit, maar vooral voert veel goederen in. Dit betekent eigenlijk dat er constant een aanbod van dollar is, het groter is dan de vraag naar dollar vanuit het oogpunt van het handelsverkeer. Dus zou men denken dat de dollar altijd moet dalen. Maar een tweede factor die doorheen de jaren belangrijker geworden is, is eigenlijk wat de beleggers doen. Als de beleggers meer dollar assets vragen, wel, dan kan die vraag naar dollars groter zijn dan het negatieve deficit in het handelsverkeer en kan de dollar toch stijgen. Your dollar got down to that level you were looking at earlier. Do you want me to get you another live price? Ik heb een euro voor 2 miljoen dollar alsjeblieft. Ja, Maaike, 13, 14. 25 Denelix. 18. Nog hier een Swiss rechts tegen euro's. Maar het kan nog erger. De professionele beleggers die beginnen ook rekening te houden met het feit dat bedrijven die hun inkomsten in dollar hebben, dat die inkomsten onder druk gaan beginnen te staan. Dus je ziet het ook op de beurzen de voorbije week eigenlijk, dat de dollarverdieners serieus beginnen te dalen, omdat men daar dus echt wel bang van gaat worden. Dus een verdere daling van de dollar zou toch bedrijven echt wel pijn kunnen beginnen doen? We hebben dus in de schoot van de onderneming, in de schoot van de Raad van Bestuur, een beslissing genomen om systematisch eigenlijk het wisselrisico te gaan bewaken en te gaan indekken. Wij gebruiken daarvoor verschillende instrumenten. Wij gebruiken de klassieke termijncontracten, maar wij gebruiken eveneens de meer complexe optiestructuren en de afgeleide producten om eigenlijk dit wisselrisico te gaan indekken op een periode van 1 tot 5 jaar op voorhand. Nu, het dollarverhaal is niet alleen kommer en kwel in competitietermen gesproken, in concurrentietermen gesproken, omdat je natuurlijk ook kunt verwachten, het is het minste wat je kunt verwachten van een multinational, dat die daar rekening mee houdt, dat die er al lang rekening mee houdt en dat die bijvoorbeeld proberen te produceren ook in landen waar de dollar de normale munt is. Dus dan wordt de productie elke dag goedkoper eigenlijk. Dus dat is wat men natural hedging noemt, op een natuurlijke manier je indekken tegen stijgen of dalingen van munten, namelijk produceer op de markt waar dat je wilt verkopen of waar dat je mee concurreert. Momenteel zijn we dus een oefening gestart in de schoot van de onderneming om te gaan kijken welke deel van de activiteiten en welke landen in aanmerking komen om een eventuele transfer te overwegen. Het effect kennen we nu. Maar wat zijn nu de belangrijkste oorzaken van die lage koers van de Amerikaanse dollar? Ik zou toch nog even willen aanduiden dat het grote risico momenteel is voor een vertrouwensverlies in de dollar. De dollar is natuurlijk de belangrijkste munt in de wereld en er is een enorme kwantiteit aan dollars beschikbaar, zowat in alle landen. En wanneer er nu een vertrouwensverlies zou optreden, dan zou het kunnen zijn dat al die beleggers op dezelfde moment naar de spreekwoordelijke deur gaan, die dan te klein is en dat we dan een extra verkoopgolf van dollars krijgen. Iets waarvoor de autoriteiten, zowel in de Verenigde Staten, maar ook in
in Europa toch zeer bevreesd zijn. Dus daarvoor is het uitkijken in de volgende weken en maanden. Wil je ook je licht laten schijnen over de hoge euro en de lage dollar? Laat dan van je horen op vacature.com/euro.